dat u grata bigi brasa waar u op bent. Dikke brasa. Senegumorovara. Het is vandaag dinsdag 15 februari. Het regent al 2 dagen. En daarna stopt het weer een beetje. En kunnen we weer aan de slag. U moet weten, wanneer het regent, dan is het verkeer helemaal verstopt. Want in Suriname rijden er nog te veel auto's. En als je de auto's ziet die overal geparkeerd staan en wachten op een nieuwe koper, dan vraagt u zich af waar wij Surinamers de billen vinden om in al deze auto's ooit te gaan zitten. Los van het feit dat je ook moet afvragen waar we het geld vandaan halen om die auto's aan te schaffen. Maar, hoewel wij arm zijn, weinig poen hebben, het land pinaart, we produceren niks, al die dingen op een rijtje, en toch ziet u jonge jongens rijden in splinter nieuwe auto's. Rara, hoe kan dat? Tegenwoordig ook meisjes. En beste vrienden, dat het niet goed gaat in Suriname, dat weet de wereld nu. En we blijven het zeggen, omdat er eigenlijk niks is veranderd. Er zijn mensen die denken dat je, als je naar het IMF gaat, Internationaal Monetair Fonds, dan wordt het beter, zal het beter worden. Niks is minder waar. IMF betekent juist dat je aan een ketting gelegd wordt. Gelukkig, want anders zou je ook die centen gewoon opmaken. Beste vrienden, we krijgen van alles naar ons hoofd geslingerd vanuit het eigen bastion van de regering. Die gasten vertrouwen elkaar voor geen meter. Niet eens wanneer ze elkaar zien, vertrouwen ze elkaar. Laat staan wanneer de ene even zijn voeten heeft gelicht en naar zijn vriend is gegaan om Suriname verder te verkopen. Ja, dat is wat er gebeurt. Elke keer als de president terugkomt uit Guyana, heeft zijn vergadering, bij zijn vergadering, raken we iets kwijt. Of we geven iets weg, zonder toestemming van niemand, want de president is oppermachtig. De man heeft ingebouwde voorrang. Zo kwam hij ooit terug en meldde daarna dat de Guyanese vissers gewoon in ons territoriale wateren mochten vissen. Gewoon. En onze vissers, ja, die blijkbaar hoeven zij niet te eten. Maar goed, nog vele andere kleine dingen. Wat opvalt is dat er niet naar ons weten gepraat is over Tiri, het zogenaamde betwistgebied, wat Guyana zich heeft toegeëigend en wat op hun kaart prijkt als zijnde behorend bij Guyana. Wij doen niks. Wij houden onze mond en we gaan rustig naar Guyana om te praten over van alles. Wij horen ook nu dat er iemand een groot hotel bouwt, een belangrijke Surinaamse, die bouwt een groot hotel in Guyana. Rara, hoe kan dat? Met welk geld gebeurt dat? Beste vrienden, we horen ook over de brug die gaat komen. En ik blijf het zeggen, ik herhaal het vele malen, zodat u het weet. De brug, er heeft niemand ooit toestemming voor gegeven. De brug is zomaar uit de lucht komen vallen. En we hebben gehoord, het gaat ons niks kosten. We hebben het over de brug, over de Corentijnrivier die Suriname met Guyana zal verbinden. Wie weet, hoe gaat die brug betaald worden? Het enige wat we ervan weten is, het kost je niks. Het gaat ons niks kosten.
beste vrienden, ik schud mijn hoofd, want wie de bui niet ziet hangen, wie de bui niet ziet hangen, die ziet hem nog niet, maar dat komt wel. Nuspan, ik heb u gezegd dat Nikeri Little India gaat worden. En we merken de tekens. Al die mensen die grond willen kopen en proberen te bezitten in Nikeri, Little India. Man, laatst weer die grote reismagnaat die dat terrein van 480 hectare, dat toebehoort aan economische zaken, wil kopen om daar een haven te maken en van alles te doen. Die meneer heeft toch al zoveel. En ik herinner u natuurlijk ook dat er een luxe markt wordt opgetrokken. Dat zijn allemaal dingen die u hoort. Zulke dingen horen eigenlijk besproken te worden in het parlement. De DNA hoort zich daarover te buigen en ook een advies uit te brengen. Maar, beste vrienden, wij horen niks. Geen adviezen en geen vieze dingen. Alles gaat gewoon zijn gangetje. Hè? En zo komt het dat de HPSG-deal tot een grote frustratie heeft geleid. En wij nog steeds niet weten wat het Suriname uiteindelijk gaat kosten. Want ook het debakel kost geld. Niet alleen maar gezichtsverlies, maar ook geld. Hoeveel gaat het ons kosten? Want dat moet nog afgehandeld worden. Mijn beste vrienden, en zo kunnen we doorgaan in, met deze panoramische beschouwing, waarbij u al die dingen ziet die op een afstand zijn, worden gedaan, waar Suriname nog het parlement iets van weet, maar gewoon de dingen voltrekken zich, alleen maar omdat er een heel raar begrip is over democratie in Suriname. Tjendrika Purset-Santokhi heeft gebedeld om te komen en hij is gekomen. Ik hoor Desi nog zeggen, joh komen, maar hij is gekomen. En het eerste wat hij heeft gedaan en ook het laatste wat hij zal doen, is zijn familie en zo een goede plek geven. Naast hem volgt natuurlijk keihard de ABOB die precies hetzelfde heeft gedaan. En openlijk bezig is, deze beide partijen zijn openlijk bezig Suriname te polariseren. Polariseren, beste vrienden, wil zeggen dat je mensen aan één kant schuift en voor die mensen aan de slag gaat. Dus Demitaki, ABOP heeft polariseerd, dan had ik de Meitegi openlijk. Mij word ik ook in mijn achterband. Weet toch, achterband. En Tetaki. Chandrika polariseert, dat is hij toch niet. Hij werkt ook voor zijn achterban. Daarom heeft Chali gezegd, hij is er niet, hoeft niet bang te zijn. Ik heb Chali eventjes op therapie gestuurd. Laat hij even tot rust komen. En dan ga ik het stotteren van hem behandelen. En wanneer het in goede proporties is, dan mag hij terugkomen om te komen proberen. Maar u hoort al dit soort geweldige uitspraken, toch? Want, Chan heeft nu, hij wil de coma, hij is er, hij heeft nu zijn eerste keer dat hij president is in Suriname. En dat is ook de laatste keer. Dat kan ik u, ik kan het u niet garanderen, maar u moet uw ogen, uw oren en alles wat u in u heeft, moet u gebruiken en dan gaat u zien dat de man rechtstreeks focust en rechtstreeks gaat naar de spreekwoordelijke afgrond. Dus beste vrienden, pas op, hij komt ook niet meer. Hij gaat van die 20 zetels, als het goed is, wat ik vanmorgen hoorde, gaat hij naar 9 of naar 8 zetels. En dan, de poppetjes aan het dansen. Kijk nou. Al die geweldige trucjes zoals HPSG en de nieuwe brug die er komt en de grote markt die er komt in Nikeri en van alles wat er gebeurt, moet u allemaal zien in het licht van mensen die aan de VHP
geld hebben voorgeschoten, dus gedoneerd, geld hebben gesponsord, die verkiezingen, en hun geld terug willen hebben. Wanneer je ziet dat er allerlei trucjes bedacht worden om zo snel mogelijk heel veel geld binnen te halen, dan is het omdat die mensen zo snel mogelijk hun geld willen hebben, want ook zij weten dat deze rit gaat Santokki niks opleveren. En het is een probleem. Vandaar dat Santokki ook constant naar... U zult hem nog een paar keren zien gaan naar Ali. U gaat hem een paar keren zien gaan. Is het niet een... Het moet nu vreemd zijn. Elke keer komt er een moment waarop hij gaat. En hij is constant natuurlijk ook op een bedeltour, die we geen bedeltour moeten noemen, want eigenlijk is het een reddingsoperatie om die partij te behouden. Want in die partij... hervormde partij. Daarin zit natuurlijk ook een probleem. Omdat een deel van de mensen die lust Santokki niet. En een ander deel dat is, ja, die behoudt hem omdat ze zogenaamd geen andere mensen hebben. En Santokki wordt steeds minder populair. Bij iedereen, inclusief bij de VHP, vanwege zijn allerliefste echtgenote, die van alles aan het doen is en waarvan veel mensen zeggen, dit ding is op basis van wat ze doet, is het geen zuivere koffie. Beste vrienden, ik hou het voorlopig hierbij. Ik heb gewoon een beetje gekeken naar het panoramabeeld en er zijn nog veel meer zaken die er spelen. Die hebben heel erg te maken ook met de wasserij. En de wasserij is voor ons een van de geweldige dingen. Het grappige is dat wij nog steeds geen wasmachine hier hebben uitgevonden. Alleen, we maken alleen maar vuile dingen. En die vuile dingen moeten schoon gewassen worden. En dat doet men sowieso hier. En ook in het buitenland. Andere mensen noemen het blom, andere mensen noemen het poedermelk, andere mensen noemen het weer sneeuw. Beste vrienden, het mag allemaal, maar het is zo vuil als de pest. En je kan er niks mee dan wanneer je het schoon hebt gewassen. Er liggen verschillende dingen voor u op komst en ik heb ze ook voor u in petto. Ja man, wetten die niet zijn, waarvan er gezegd is, wij werken eraan, anderen zijn bij aangenomen en er gebeurt niks mee, omdat de regering gewoon bang is dat als ze dat doen, ze in hun eigen vlees gaan snijden. Voor dit moment hou ik het hierbij en ik zeg u, blijf scherper denken. Blijf scherper denken. Blijf comments sturen. Ik ga echt in op al uw comments. Whatever it is, ik ga erop in als het nodig is. En vergeet niet, subscribe, deel de video's en als het even kan, doneer. Beste vrienden, Paramaribo groet u en tot een volgend moment. Tot later.